Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, CELOS, en het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, verzorgen samen trainingen aan landbouwers in verschillende districten ten behoeve van mechanisatie. Nu is het de beurt aan het district Saramaka. Anand Ramotar, trainer bij het CELOS, zegt aan de redactie dat landbouwmechanisatie op dit moment een van de belangrijkste zaken is om de productiviteit in deze branche te verhogen. Ramotar verzorgde gisteren een training aan enkele boeren in het district. Hij meent dat met mechanisatie veel efficiënter gewerkt kan worden en de productie van gewassen vele malen kan worden vergroot. Landbouwmechanisatie is nu op dit moment een van de belangrijkste aspecten om te denken naar productiviteit. Als je kijkt naar je concurrenten, hoe ga je eigenlijk om zo productiviteit efficiënt mogelijk eigenlijk je grondbewerking toepassen. Om in een korte periode en zo min mogelijk zo kosten te maken, moet je dan kunnen produceren. Hedwig Botse, een van de landbouwers, wil de overstap naar mechanisatie zeker doen in de toekomst. Susianti Samidin geeft aan dat de training een landbouwer bewust maakt van grondbewerking in verschillende gebieden. Vooral als het terrein groot genoeg is. Kijk, heel goed hoe het is efficiënter. Je hebt minder mankracht nodig als je die machines hebt. En je kan meer bewerken. Dus het is heel goed voor mij. Dan hoef ik minder hard te werken. Want ik heb bijvoorbeeld kleigrond, maar ook zand en schelp. Waar we onze producten bewerken en waar we onze machines gebruiken. Ja. Ja, en natuurlijk heeft elk soort zand bijvoorbeeld, schelp en klei, ze hebben allemaal verschillende soorten. Bij klei is het veel harder, dus je moet wat voorzichtiger ermee gaan met een tweede, maar het doet wel zijn werk. Samidin zegt verder dat de trainingen een grote hulp zijn voor de boeren. Voor haar zal het goed zijn als meerdere boeren in aanmerking kunnen komen voor zulke trainingen.